Nou, we hebben net ook gehad over woestijn en in vrijheid leven. Of uiteindelijk bevrijd worden en in vrijheid leven. Maar voordat we verder daarover gaan, wil ik eerst een stuk uit Romeinen 6 lezen. Eigenlijk wilde ik het hele stuk, maar ik heb de belangrijkste, tenminste, alles is belangrijk natuurlijk wat erin staat, maar het meeste wat mij zeg maar diep raakte, heb ik op de sheets laten zetten. We gaan het lezen. Romeinen 6, 3 tot en met 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Jezus Christus, Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood, we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Jezus Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Net wat Jacqueline heeft net laten zien, wij werden gedoopt hier, dus ons oude leven is toen begraven. En we zijn in nieuw leven opgestaan, toen op 5 mei 1991. Vers 5, als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Amen. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer, en daar komt het, niet langer slaven zijn van de zonde. En dat vond ik zo mooi. Mooi statement. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde. We waren geketend en we zijn vrijgekocht. We gaan verder bij vers 12. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid, dus als een instrument voor God. 14. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Poeh. Dat is ook weer zo'n prachtig zin. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder genade, dankzij het offer wat Jezus Christus gebracht heeft. Dan gaan we naar vers 17 en 18. Maar God zij gedankt. U was slaven van de zonde, heb je het weer? U was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waarin u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Dat is ook zo'n belangrijke zin ook hier. Hè? Dus bevrijd van de zonde en nu in dienst van de gerechtigheid. Allemaal genade van God door Jezus Christus bewerkstelligd. Dan gaan we naar 20 tot en met 23 als laatste. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Wauw. 23. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Tot zover dit schriftgedeelte. Ik zou, als u was, natuurlijk moet u zelf weten, maar ik zou het hele stuk lezen. Dus Romeinen 6. Er staan natuurlijk ook stukjes tussendoor die ik net niet heb genoemd, maar dan ziet u het hele verband. En het is als een rode draad, staat er steeds in, over dat we gebonden waren met de zonde, door de zonde, en dat we zijn vrijgekocht en nu vrij mogen zijn. Dus het is ook het thema van vandaag, we zijn bevrijd en we mogen in vrijheid leven. Ik heb hier
Een kruis, dat heb ik ooit eens gekregen van een oud gemeentelid. En dat staat boven in mijn werkkamer, boven mijn bureau. En dan kijk ik zo nu en dan naar. En er staan prachtige, bewoordingen over Jezus op. Staat onder andere Prince of Peace, Friend, Word of God, Messiah, Good Shepherd, is allemaal in Engels, Emmanuel, et cetera, Lord of Lords, Morning Star. Echt prachtige, prachtige synoniemen voor Jezus Christus. Het is heel dierbaar voor mij dit. En ik zal er drie uitpikken, wat ook met het thema van vandaag te maken heeft. Ik ga even in het licht staan, dan kan ik het beter zien. Savior, redder. Deliverer, bevrijder. Redeemer, verlosser. Die drie zijn voor vandaag zeker van belang. En ik stond een beetje stil bij, ik mijmerde over het verschil, hè, bevrijder, verlosser, het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. En ik heb het ook opgezocht op internet, wat betekent nou deliverer, redeemer, maar vooral redeemer, daar stond ik niet zo heel bij stil wat de diepere betekenis is van redeemer en ook redemption. En dat betekent niet alleen maar de bevrijding van de mens van de zonde, maar ook het teruggeven van de mens, de schepping van God, aan zijn schepper. Dus het was eerst afgenomen door de zondeval, dus er was geen relatie meer tussen God en zijn schepping. Ik kom er later nog op terug, even van mijn laatste plaatjes heb ik dat ook. Dus er was een kloof tussen God en de mens, zijn schepping. En dat is dus door Jezus Christus, heeft ervoor gezorgd dat dat weer terug is gekomen. Dat God weer met zijn mens, zijn schepping, samen mag zijn. Een relatie mag hebben. En dat is het diepere betekenis van Redeemer. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat zijn bezit van God weer terug in handen is van God. Ja, daar stond ik niet zo bij stil. Ik dacht inderdaad, het is een synoniem voor bevrijding, dus verlossing, bevrijding. Maar het is meer, het is een hele diepe betekenis. En er zijn ook heel veel preken over redemption, redeemer. En dan moet u maar eens op internet gaan opzoeken als u dat wilt. We hebben vandaag ook het heilige avondmaal gevierd. En ik had al uitgelegd, ze vierden eigenlijk de Pesachmaaltijd. En dat was om te vieren dat het Joodse volk, het volk van God, bevrijd was uit handen van de onderdrukkers, de Egyptenaren. En ja, dat is ook het gedenking van het feit dat je bevrijd bent als volk. En uiteindelijk bereikten ze natuurlijk het beloofde land, het duurde wel 40 jaar, maar uiteindelijk kwamen ze daar in het beloofde land en konden ze in vrijheid leven. Dus weer een land waar alles voorzien was door God. En ze hoefden niet meer in de woestijn te zijn. En ze waren niet meer onderdrukt, gegezeld door hun overheersers, de Egyptenaren. Vandaag, en daar heeft Jacqueline bij stilgestaan, vieren we Bevrijdingsdag. En Jacqueline heeft gezegd waarom we het gevierd hebben. Dus dat we vrij zijn van de Duitse bezetting. Vrijgemaakt en ook Indonesië toen de tijd ook van de Japanners. En dankzij de bevrijders, geallieerden in ons geval, kunnen wij sindsdien ook in Nederland in vrijheid leven en nog steeds. Twee weken geleden nog mochten wij Pasen vieren en gedenken dat wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Hij is zich laten kruisigen om de zonde op zich te nemen. En allemaal gedaan, wat ik net al zei, om ons weer terug te brengen naar God en echt in vrijheid kunnen leven. Want soms staan we niet bij stil, maar we stonden dus echt, we waren echt geketend door de zonde. Voordat Christus voor ons gestorven was. We waren geketend. En de meeste mensen staan natuurlijk niet bij stil, zeker niet-gelovigen. En
dat ze eigenlijk gebonden zijn. Maar wij weten dat, maar zij weten dat vaak niet. Ook al zeg je dat tegen hun, maar begrijpen ze dat niet. En dan denken ze allemaal met onzin allemaal. Maar het is wel zo, ze zijn geketend. En dankzij Jezus Christus kunnen ze ook die ketenen van de zonde kunnen vernietigd worden. En ze kunnen vrij zijn en leven met God. En dat is zo geweldig. Wij leven met God en dat is echt een genade en een voorrecht en een liefde van Hem. Maar helaas, dat heeft Jacqueline ook genoemd, leven er ook nog steeds christenen. Gelukkig leven zij wel met God, maar ze leven niet in werkelijke aardse vrijheid. Dus ze worden nog onderdrukt. Ze mogen soms niet bijeenkomsten hebben, of helemaal niet, bij straffen van weet ik veel wat. En ja, daarom is het ook, en dat blijft belangrijk, om ook voor de vervolgde christenen, of vervolgde gelovigen misschien in het algemeen, om voor die mensen te blijven bidden en gedenken in je gebeden. Zo belangrijk. Vrijheid is zo'n gemeengoed. Zo'n belangrijk gemeengoed dat eigenlijk iedereen zou moeten hebben. En God gunt het ook iedereen. Maar helaas heerst de boze nog op deze aarde en worden er mensen nog tegen hun wil of gevangen gehouden of onderdrukt. Dus het is zo belangrijk dat we blijven bidden voor deze mensen. Het is zo heerlijk om dit met jullie te mogen delen. En ik ben ook Jacqueline nogmaals heel erg dankbaar voor wat ze gedeeld heeft over haar jeugd. Het delen wat Corrie ten Boom, een geweldige vrouw van God, zeg maar. Een dochter van God heeft gedaan. En het is zo belangrijk, wat ik al zei, om het woord te blijven verkondigen. Maar doe dat op een manier dat het bij de mensen niet te opdringerig overkomt. Hè? Misschien begrijpen jullie wel wat ik bedoel. Je kan soms, ik heb wel eens een voorbeeld gegeven van soms is het dat je een boek geeft aan iemand die analfabeet is. Je zegt hier heb je een boek, lees, er staan prachtige dingen in. Ja, maar ik kan het niet lezen, ik ben analfabeet. Weet je wel? En zo moet je er eigenlijk ook over nadenken. Mensen die nog in de duisternis leven, zeg maar, in duisternis, wij leven in het licht, die beseffen dat niet, dat ze in de duisternis leven. En vaak willen wij heel graag dat die mensen, willen we getuigen naar die mensen toe. Maar ik zeg altijd, en ik heb het ook gemerkt in mijn leven, en Jacqueline ook, die momenten komen er dat God jou die gelegenheden geeft om met die mensen te praten. Op een manier dat zij begrijpen. Maar vaak is het ook meer het niet zozeer zeg wat je doet, maar dus in daad laten zien dat je een kind van God bent. Dat je liefde uitstraalt. En dat is veel, misschien nog wel veel, veel belangrijker dan zeggen van Jezus is ook voor jou gestorven. Ja, het is zo. Absoluut. Jezus is voor iedereen gestorven. Maar soms begrijpen ze dat nog niet direct. En denken ze, oh, dan heb je weer eens iemand die mij weer wil proberen om te praten. En wij merken het ook in onze familie, hè, met mijn zussen. En proberen niet, zeg maar, door de strot te douwen, zoals het heet. Maar we proberen het op een voorzichtige manier te brengen en gelegenheden afwachten. Waar ze mee zijn komen. Mijn zwager belde me gisteren en die vertelde over, want hij had een prachtig gospelsong doorgestuurd. Echt geweldig nummer. En misschien dat we het ooit eens met de band gaan spelen, maar Glorious heet het. En ik dacht, oh, mijn zwager die dat doorstuurt. En nog was het 2 weken geleden, geloof ik, dat zijn vrouw, mijn zus, ook een geweldige, met Pasen was het, ja, een geweldige bijbeltekst doorstuurde. Toen dacht ik, mijn zus die dit doorstuurt. Maar toch merk je dat ze ermee bezig zijn. Ze had het wel opgestuurd gekregen en doorgestuurd naar ons, omdat ze weten natuurlijk dat wij christenen zijn. Maar weet je, ze zijn er weer bezig. En ook mijn zwager. En blijkbaar heeft hij dus 2 vrienden die ook kinderen van God zijn. En die voeden hem ook met dingen. En zo denk ik dat wij bezig moeten zijn met onze geliefden. Of het nou buren zijn, collega's of wie dan ook. Om hem op een of andere manier het woord onder het woord te brengen. Uitnodigen hier, of misschien voor de Open Heaven, of wat dan ook. Want
ze weten niet wat ze missen. Ze weten echt niet wat ze missen. En dat ze nog in gebondenheid leven. En we willen zo graag, zeker onze familie, zo graag dat zij ook God leren, Jezus leren kennen. En liefde van God leren kennen. En daarom, ik moedig iedereen aan. Want het is zo geweldig om te leven in vrijheid. Vrijheid met God, met Jezus, met zijn Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. En zeker op deze dag wilden wij, Jacqueline en ik, daarbij stilstaan. Het is zo geweldig te beseffen dat we bevrijd zijn. Het is niet alleen maar bevrijdingsdag, maar we zijn bevrijd. En dat is dankzij het offer wat Jezus gebracht heeft. En dat mogen we nooit vergeten. En dat we in vrijheid mogen leven, dat willen we zo graag aan onze geliefden ook doorgeven. En dat ze het ook meemaken. Ik heb nog één plaatje. En hier staat het inderdaad op. Hè? Die kloof die er was tussen de heilige God na de zondeval en de zondige mens. Misschien waren er wel mensen die naar God wilden, maar bleef die kloof. De Joden konden dan onder de wet leven, maar het was nog geen echte bondage, zeg maar. En dankzij Jezus, die heeft de brug gelegd. Zie je hem aan de rechterkant, hè? Tussen God, de schepper, en mens, zijn schepping. En ja, dit is de hele essentie van het christendom. Dat wij een relatie met onze schepper mogen hebben. In vrijheid mogen leven. En ja, nogmaals, ik hoop echt dat jullie dit zo ook beleven en ook zo, dit ook zo belangrijk vinden om dit ook te mogen doorgeven aan al de mensen die je dierbaar zijn. En misschien ook juist mensen die je niet dierbaar zijn. Misschien is dat nog ook, misschien nog wel, nou ik zeg niet belangrijk, maar het is ook net zo belangrijk dat je het ook geeft aan mensen die je misschien helemaal niet mag. Echt. Want heb je vijanden lief, net zoals jezelf. En dat moeten we zeker ook niet vergeten. Dus niet alleen maar je dierbaren, maar ook aan mensen die je misschien persoonlijk niet zo, daar geen hart toe voor hebt, direct. Laten we het zo zeggen. En ik wil nogmaals afsluiten met het wat Jacqueline heeft gezegd. Hoe diep ook de put is, in die woestijn of waar dan ook je bent. Hoe diep, vreselijk diep die put ook is. Gods liefde gaat veel en veel dieper. Amen. Amen.